Hallo iedereen, Mask hier. En het is één iets dat ik verschrikkelijk hard haat op internet, waarschijnlijk wel het meeste van al, en dat is dat mensen niet antwoorden op mijn berichten. Ze lezen het wel, ze aanvaarden mijn verzoek, ze liken mij, ik like hun, we matchen, vroeger ook al toen ik single was, en nu dat ik vrienden zoek, en nu dat ik maar ik weet niet hoeveel mensen stuur, niet stuur, maar naar mensen stuur, maar die antwoorden nooit. Dus, wat is het probleem? Mensen, als ik een bericht krijg en ik zeg, die heeft gestuurd. Oei, ik krijg iets anders en ik ben afgeleid, hè, omdat ik met iets bezig ben. En ik klik op, bijvoorbeeld, het bericht of ik lees, of ik klik gewoon op de notificatie en de notificatie is weg. En ik kijk later terug naar mijn Facebook of zoiets, dan merk ik het niet, want ik ben het vergeten. Zelf echt niet zo slim ben dus, en met zoveel bezig ben op internet en alleen maar internet heb en berichten sturen op een hele dag. Dus, wat al die andere mensen die op je gsm bezig zijn en ook de notifications uitschakelen door te kijken naar je bericht en dan vergeet iedereen te antwoorden. Dus het enige dat ik kan zeggen is, antwoord daar direct op. Je kunt toch even tijd, als je het kunt lezen, kun je even tijd maken ook om te antwoorden en zeggen, ik ben niet altijd beschikbaar. Maar fuck, we zijn nog nooit zo onbeschikbaar geweest en onbereikbaar geweest sinds dat we tablets en computers en iedereen heeft internet en iedereen heeft de gsm en iedereen heeft mobile internet en iedereen heeft alles en iedereen en sms'en en bellen, maar niemand antwoordt er nog terug. Dus, je moet direct antwoorden. En dan zeg je, ja, ik heb er soms geen tijd voor, of ik weet niet wat ik wil zijn. Oké, dat is goed. Zeg dan toch tenminste, ik stuur je later, hè? Want dan weet die persoon dat. En dan kan hij nog, als je dat niet terugstuurt, kan hij nog een keer vragen, hoe je me toch laten terugsturen? Want als je dat niet zegt, dan had hij na zijn bericht nog een keer moeten sturen. Hey, hoe is het? En dat is dan een dubbel bericht. En dan raden ze af. En dan kun je soms nog een keer een bericht sturen. Ja, hey, goeiemorgen. En nog een keer een bericht. Allee, slap wel. Als je daar niet antwoordt, moet je dan daar wachten? Nee, want mensen vergeten het dan nog meer. Zegt, je mag niet dubbel sturen. Maar als je die dubbel stuurt, dan vergeten ze het gewoon. En sommige mensen wel interesseert. Sommige mensen willen wel vrienden zijn, maar zijn gewoon te druk bezig. Dus stuur dan toch tenminste tot later. En dan kan die andere persoon nog zeggen, oké, bedankt, tot later. En dan krijg je weer een melding, hoe je later die melding ziet en toch kan antwoorden. Doe dat gewoon. Antwoord direct of stuurt tot, ik ga later te rand, omdat we het van niets weten en dat je een nieuwe melding krijgt. Want anders is het gewoon niet mogelijk. Ik vind dat, ik stuur op iedereen terug. Alle berichten dat ik ooit gestuurd heb, was ik de laatste die ooit gereageerd heeft. Behalve als ze me blokken natuurlijk en als ze boos zijn. Maar bedoel, ik ben altijd degene die het laatste antwoordt. Dus, en ik ben ook vaak degene die dan het eerste is te reageert. En het eerste stuurt. Ik doe alle moeite in het begin. En ik hoop dat mensen dat dan ooit wel een keer appreciëren. Maar niet dus. Oké. Salut. Pieuw.